Weet je, maar ja, waren het maar vluchtelingen. Maar wat de discussie, wat niemand noemt, is dat 95% van de mensen die in Nederland asiel komen aanvragen, komen over land. Komen via Duitsland, komen via België. Meer buurlanden hebben we niet. En dat zijn mensen die al, nadat ze 7, 8, 9, 10.000 euro aan mensenversmokkelaars hebben betaald, al door 3, 4, 5, 6 veilige landen zijn gegaan. Dus als ze in Nederland zijn, zijn het geen zielige vluchtelingen. Dat zijn migranten die volgens de regels van Dublin in het eerste land waar ze kwamen asiel hadden moeten aanvragen. Maar ze gaan door naar Nederland of naar Duitsland of naar Denemarken. Omdat wij, omdat ze hier een gratis huis krijgen, gratis uitkering krijgen. Dus het zijn geen zielige vluchtelingen. Meneer, tegen die 95%, voordat we weer terug gaan naar zeggen, je komt er hier niet in.